Soms trek ik het natuurlijk zelf te persoonlijk aan. Dat ik denk, oh, hier, dit is, dit, hier moet ik iets van vinden. Of hier moet ik... En soms wordt het juist wel heel concreet gebracht van... UEFA, wat vind jij er eigenlijk van? Ja. En dat eigenlijk, dat suggereert soms. Dat ik denk, oh, moet ik dan een andere mening hebben dan de rest van de wereld? Het is toch logisch dat ik het ook verafschuw. Dus ik zou me, als ik jou was, niet uitspreken. Want ik heb het idee dat je dat in je hart helemaal niet wil. Dat dat iets is wat je moet doen omdat anderen dat van je verlangen. En dat eigenlijk als je heel dicht bij jezelf bent, je zegt het al zelf. Ik ben een student, ik werk. Wat heb ik ermee te maken? En natuurlijk ken ik het dilemma van een andere kant. Ik kan me er heel goed in verplaatsen. Ik ben zelf Joods. Dus, en mij wordt altijd gevraagd wat ik van het Israël-Palestina conflict vind. Nee, want ik wil het niet. Waarom ik het niet wil... is omdat ik het gevoel heb dat het niet intrinsiek van binnen is. Dus is het niet authentiek? Is het niet eerlijk naar anderen toe om het dan maar gewoon wel te doen... om een ander tevreden te stellen? Een ander dan ik? Ja, misschien is dat wel heel egoïstisch. Ik kies voor mezelf. Overigens een mooie waarde wat ik in Nederland eigenlijk heb geleerd. Want ik kom uit een gemeenschap waar het voor iedereen goed moet zijn. En je kiest voor elkaar. En het moet goed zijn voor je pa, ma, voor je broer, zus. En pas dan is de keuze een goede keuze. En een keuze is geen goede keuze als je alleen voor jezelf kiest. Ja. Dus in principe ben ik mooi geïntegreerd, zou je zeggen. Ja. Ondanks je hoofddoek? Ondanks mijn hoofddoek. Zou je dus ook zo niet zeggen als je me op straat zou zien lopen. Spreekt ook al accentloos Nederlands. Ja, daar schrikken mensen nog steeds van. Dat je zo stellig daarover kan zijn, heeft ook misschien te maken met dat jij al heel veel dingen mee hebt gemaakt. Of dat je dit vaker hebt moeten aanhoren. En dat is echt een, denk ik, een hele persoonlijke ontwikkeling die je doormaakt. En ik hoop dat ik gewoon ook, net als Fouet, straks heel goed weet wat ik moet zeggen en hoe ik dat moet zeggen. En dat dat allemaal intrinsiek is. Want wat Natasja zegt, je moet het gewoon doen als je dat voelt op die manier. Niet omdat iemand dat van je vraagt. Dat weet ik natuurlijk al lang al. Alleen daarnaar handelen, dat is een tweede. Ja.